welkom op de Pride, op de Canal Parade. Die gaan wij verslaan en we gaan de leukste boten toelichten. Dit is Wessel, de cameraman. Normaal film ik het altijd, maar nu zijn we ook even in beeld. Ja, en ik ben Ipe Driessen, fotostripmaker. En ik ben te gast om wat commentaar te leveren op wat er vandaag voorbij komt varen. De 22e kanaalparade. Ja, mijn zevende pas. Ik ben laat. Laat. Ja, late instromer. Helemaal goed. Nou, we gaan kijken. Ja, veel plezier. De waterflies. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Zou dit nou moeilijk zijn? Ze doen het met een soort souplesse dat je denkt, oh ja. Ik denk niet dat wij dat kunnen. Ik denk ook niet dat wij dat kunnen. Een pure work. Ja, en het wordt ook een beetje een wet look onderhand. Dus ja, dat heerlijk. Is dan het voordeel van als je later langs het traject staat. Ik zie Luna Maas, ambassadeur, Pride ambassadeur, transvrouw op de boot. Ja, het nummer I Need a Hero. Ja. Van de Bonnie Tyler. Dit thema is dit jaar Heroes. And we can be heroes staat er op de boot. En dit is zo te zien. Nou, dit is dan echt boot 0. Hebben zien Jennifer Hopeless. Oh, kijk haar stralen. En Cedar. En we hebben Mieke Martelhof. En we hebben Jip van Leeuwen. Alle Pride ambassadeurs zijn hier. Mijn eer is alweer de volgende boot. Dit is boot 0,2. Ik denk de organisatie. Ja, dat lijkt het op. Hier van de mooie Pride-vlaggen. Ja, de gemeente Amsterdam. Boot 1 met burgemeester Halsema. Wie zien we nog meer daar? Ik zie een heel hoog Amsterdammertje. En dat is Coco Coquette volgens Coco mij. Coco Coquette, onze vertrouwde presentator. Ja, wauw. Daar op MVS te zien en ook altijd in op de boot van de gemeente Amsterdam. 5 meter hoog. Heb je zelf wat meer op de boot? Als het goed is, zagen we daar Monique de La Fressange. Die was uitgenodigd door burgemeester Halsema. Omdat zij in elkaar geslagen is eigenlijk. Burgemeester Halsema heeft zich dat aangetrokken. En haar dus uitgenodigd voor deze boot. Dit moet de boot van Luna Lunette zijn, hè? Ja, Luna Lunette. Ja. Zij vertegenwoordigen alle Pride Heroes. Van Marlene Dietrich tot en met Ellen DeGeneres. Ja, George Michael. Lookalike staan op deze boot. Ja, uit alle tijdvakken eigenlijk. En hier is de volgende boot alweer. Met de Dutch Tina Turner. Oh, Safira. Ja. Ik sta hier met Anton van Café OK. Wie heb je allemaal meegenomen, Anton? We hebben zo'n 20 bezoekers van Café OK meegenomen. Die komen eigenlijk bijna het halve land, van Enschede tot Maastricht, tot Amsterdam. En dat zijn allemaal mensen met een beperking en die heb ik meegenomen. Ja, leuk. En hoe vinden ze het? Nou, geweldig, want dit is een dag die ze eigenlijk elke dag zouden willen zien. Een dag vol met blijheid. Ja, dat geeft hun kracht en plezier. Ja, wat leuk. Ja, dat hebben wij ook natuurlijk. Ja. Ja, maar ik denk voor hun nog bijzonder is omdat ze voor ons makkelijk is om onszelf te zijn in het dagelijks leven. Ja. En voor hun moeilijker. Ja. Daarom is ook Café OK onder andere opgezet, omdat ze dan gewoon een moment ons soortgenoten samen kunnen zijn en even hunzelf kunnen zijn. Ja. Want de hele week is dat vaak moeilijk om voor hun om hunzelf te zijn. Wat is jouw naam? Mijn naam is Tom. Ja. En hoe vind je het om hier vandaag te zijn? Nou, altijd wel gezellig, elk jaar. En ook naar de Tilburgse kermis geweest. Altijd wel leuk, ja. Op zich, vind ik. Je bent al vaker ook bij de bootsparade geweest? Ja, elk jaar. Elk jaar. Oh. Ja, meer dan 8 jaar al. Nee, eigenlijk vanaf mijn 14 al. Wie hebben we hier op het boegbeeld staan, Wessel? We zien Dusty, van de Queenset vroeger. Dus het Beatrix-kapsel. Ja, met de hashtag ik ben het zat. Dat verwijst natuurlijk ook weer naar anti-homo-geweld. Ja, daar maakt ze zich heel druk over. Ja, terecht ook. Dit is dan toch echt de ASVG, de studentenboot. De gezamenlijke studieschuld van deze boot bedraagt zo'n 3 miljoen euro. We zien hier het college van de rechten van de mens. Ja. We gaan dit voor het eerst mee. En als je last hebt van discriminatie op je werk, dan kun je daar een klacht in dienen. Ja. Is dat Valentijn? Nee. Volgens Dietrich, ik ben helder! Ja.
net over zomergasten. Volgens mij zie ik ook zomergast nummer 1, Romana Vrede. Ja, klopt. Dat zie je. Oh, de kinderboot. Ja, dit gaat over de kinderwens, zeg maar, het ouderschap. Meer dan gewenst. Ze zetten zich dus in voor andere vormen van ouderschap. En ze hebben allemaal kinderen meegenomen. En ze hebben een dansje ingestudeerd. Denise heeft vroeger nog bij mijn ouders gewerkt en heeft een kind met een vriend van mij die ik uit Amsterdam ken van het filmen. Dus het is een klein wereldje. Ja. Ze hebben ondertussen 2 kinderen met z'n vieren. En zijn happy family. Ja, deze boot creëert de niet-mainstream hero Marsha P. Johnson. Marsha stond in de jaren 60 en 70 op de barricade voor homorechten. En met deze boot wil de House of Heroes laten zien dat eigenlijk iedereen ook op eigen titel een held kan zijn of worden. En hier komt de jongerenboot. Jongeren komen steeds eerder uit de kast en kunnen dus ook steeds eerder, willen zich ook gewoon vertegenwoordigd zien. En dat gebeurt op deze boot. Zoenen we jongens. Ik was nou naar huidige maatstaven heel laat, 21. Daarom maak ik eigenlijk ook televisie, want ik zelf vond dat ik laat uit de kast kwam. Ja. Ja, er moet gewoon veel meer bekendheid over dit thema zijn en veel meer hulp en veel meer zichtbaarheid. Ja, want ik wist het wel veel eerder, jij ook? Tuurlijk. Ja. Ja, hier hebben we AT5, de publieke omroep natuurlijk van Amsterdam. We zien een politieagent en een dierenverzorger, ambulancemedewerkers. Dus het zijn allemaal maatschappelijke helden die AT5 heeft meegenomen. Die Amsterdam mogelijk maken en draaiende houden. Met een hart voor de stad vooral. Wessel, moeten wij toch maar gaan roeien? Ja, volgens mij wel. Als ik dit zie, dan moet ik ook bij horen. Ja. Voor de tweede keer doen ze mee? Ze zijn heel trots dat ze meevaren. En ze zeggen eigenlijk, roeien is eigenlijk een hele inclusieve sport. Dus je kunt echt jezelf zijn in de roeisport, dat is geen issue. Je kunt er voor uitkomen. En daardoor zijn er eigenlijk ook niet eens gay roeiverenigingen in Nederland. David, yes. Wat doe jij hier? Ik ben vrijwilliger voor Pride. Ja. En ik run deze vandaag met een collega het persdek. Dus zorg dat de pers en ook de invaliden op het dek, het pers- en invaliedek, gewoon een goede plaats hebben en de Pride goed mee kunnen maken. Ja. Dus het is heel belangrijk dat jullie het ook thuis allemaal kunnen zien, dus vandaar. Discussiëren kun je leren. Ik vind de muziek best hard staan. Volgens mij kunnen ze niet discussiëren. Nee, maar ja, misschien hoeft het vandaag ook niet. Maar over het algemeen zetten zij zich dus in voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit, onder andere op scholen en onder jongeren. Ja, dit is het COC, hè? Ze eren dus ook de LGBT-helden. Ook weer die Marsha P. Johnson. Pussy Riot, zie ik. Geert Jande is de DJ. Oh ja, DJ Edel. De Mr. B-boat. De boot die je wist dat zou komen. En daar zijn Nico en Bob. Voorop staat dus Mr. Leather Netherlands, Evert. Ja. En dit is natuurlijk de boot die dan morgen op de voorpagina staat van de Telegraaf. Meestal wordt hij wel eruit gepikt. Ja, maar is dat erg? Ik vind het heerlijk. Het ziet er prachtig uit. Dit is toch een geweldige boot. Ja, daar zou ik misschien aan mogen toevoegen dat we natuurlijk wel voor kunstleer zijn. Heel goed. Liever kunstleer. Was je nog een milkshake dit jaar? Jazeker. En heb je lekker veganistisch vegetarisch Ik ben expres out of my way gegaan om heel veel te eten, omdat ik dat dus echt geweldig vind dat milkshake vegetarisch is geworden. Ja, dat vind ik heel goed. Heb je geen klachten gehoord? Was het lekker? Het was sowieso heel lekker. Ik heb op de dag zelf geen klachten gehoord. In de aanloop natuurlijk wel. Maar ik vind, het klinkt misschien raar, maar ik vind dierenrechten en homorechten ligt gewoon in elkaars verlengde. Je moet gewoon opkomen voor iedereen eigenlijk en dieren horen daar gewoon bij. Ja. Dat is
zwemclub. Ja. Ik sta dus nooit op deze boot, omdat ik altijd hier sta. Oh ja. Want anders kan ik ze niet filmen, dus ja, dat is altijd moeilijk. En upstream verwijst ook naar de moeilijkheden die je in het leven ondervindt met een andere geaardheid. Nou, het is vooral het goedste om samen te zwemmen bij een LHBTI-vereniging. Ja. En we zijn ook straight friendly, dus we hebben ook dames en heren die meezwemmen. Wat ruimdenkend. Ruimdenkend, ja. Ja, heel goed. Nee, maar als het wel goed gezwommen wordt, dan gaat het. Zie je liever de trip mee varen of zie je liever cloud hosting? Als je het zo zegt. Ik merk wel tegenwoordig dat het bedrijf ook goede doelen sponsoren. Dat ze samenwerken, dat ze bijvoorbeeld mogelijk maken dat een andere boot meevaart. En op die manier hun kennis en hun bijdrage inzetten. En de Pride mede mogelijk maken. Dus je kunt ook niet zonder bedrijfsleven natuurlijk. Nee. Wat voor feest dit is. De Iraanse boot. De Iraanse boot werd vorig jaar, zou die al meevaren, maar toen werd hij op het laatste moment uit de vaart gehaald, omdat hij toen overbeladen was. Maar nu vaart hij dan toch voor het eerst echt mee. Ja, dat is wel bijzonder. Oh, dit is wel geinig. Kijk, we hebben aan de linkerkant hebben we hoe het zeg maar niet moet. Wel een beetje dystopische ellende met dictators en hekken. En hij gaat langzaam over in... een gay paradijs. De eerste keer dat ik zelf Pride zag, toen was ik heel erg ontroerd door de defensieboot. Ja. Ik vond het wel heel tof dat zij zo een expliciet statement maakte van oh ja, we zijn er ook voor jullie of zo. Ja, het is wel logisch, maar het is toch wel leuk dat ze dat zeggen. En daar is hij dan, de boot waar we allemaal op hebben gewacht. De boot van de Nederlandse overheid. Een opblaasleeuw in regenboogkleuren. We've got the power. We've got the power. Like a wildflower. We waren al jaren mee, de vriendenclub van Dolly Bellefleur. En de laatste paar jaar doen ze het gewoon allemaal als dollies. Ja. Allemaal als dollies. Waar is Ellie? Waar is Ellie? Ik vind roze in blauw zonder Ellie Lust is toch een beetje als Queen zonder Freddie Mercury. Ja. Maar ze heeft toch een tweelingzus, had die dan niet in ieder geval op die boot gekund? Die staat vast aan de andere kant. Ik herinner me het Pride met stromende regen. Dit is wel het andere uiterste. Ik heb zelf ook wel zin in een duik. So back here there, just a little more. Hello everybody, how's everybody doing over there? Oké, dit is dus de Netflix-boot. Dat is wel heel erg impressive. Nou, met hun grote hit Orange is the New Black konden wij daar maar staan best wel. PWH is het bedrijf achter Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Zo'n mooi en waterhart. We krijgen een knipoog van Angela Groothuizen. Oh, wat leuk! Ja. Al jaren in. Ja. Oh, je kan ook doneren, gewoon live. Er liggen weer een paar leuke jongens in het water. Misschien hopen ze dat de brandweer ze komt redden. Kijk, het is een soort van brandweerwagen, zie je, die ze hebben gemaakt. Ja. Het haalde het net niet misschien qua uitvoering bij die bus van Netflix, maar het idee is natuurlijk leuk. Thank you.
Dit is dan toch het Rotterdamse café De Regenboog. Ja, Roffa de gekste. Nou, dit is wel heel gezellig, een Mamma Mia boot. Dan ga je naar de Mamma Mia deel 2. Ik ben al geweest. Ja, hoe was die? Ja, ik vond het heel erg leuk. Een soort sprookje is het eigenlijk, gewoon heel campy. Ja, de goede tijden, slechte tijden boot. De langslopende soap op de Nederlandse televisie, na het journaal dan. Alle celebrities zijn er. Een soort bedmobiel. Ja. Cypriotische zangeres Eleni Fourera met Fuego. Ze is volgens mij tweede geworden, hè, bij het Eurovisie Songfestival op de Avro Trosboot. Ja, je zou eigenlijk een bingo kaart moeten hebben of zo, dan kun je alles afkruisen wat hier op deze boot te zien is. Een vlag, de spook, be free, be proud, be a hero. We hebben een saxofonist, we hebben een percussionist, een DJ en natuurlijk een opblaasding, een V. Maar wat is in godsnaam Veon? De Stichting Pan en Expresso. Hallo. Zij eren ook hun helden, Freddie Mercury, Madonna. Was dat de eerste roze zaterdag in 1982 in Amersfoort? Ik heb me niet helemaal paraat, maar er was een protest. Onze eigen Stonewall heeft plaatsgevonden in Amersfoort. Ja, en dat memoreren we hier vandaag. De politieke partijen hadden zich ingeschreven mee te doen. Alleen GroenLinks was de enige met een goed plan. Wat zij hebben gedaan, ze hebben een brug geslagen voor hun vrienden in Istanbul. Omdat de Pride al jaren verboden wordt de laatste paar jaar. Om hun een hart onder de riem te steken, hebben ze die mensen uitgenodigd, op een boot gezet. Die staan nu hier in de Amsterdamse Kanaalparade. En hebben toch op die manier kunnen ze meedoen aan Pride. Volgens mij voor de eerste keer dat Greenpeace meevaart. En het beroemdste schip van Greenpeace heette natuurlijk de Rainbow Warrior. Dus het is al heel toepasselijk dat ze hier zijn. Met een, met de Rainbow Warrior 2, zullen we maar zeggen. Sportswear fetish feest in de Club Church. Ja, en als je wil weten wat je daar een beetje kan verwachten, dan kijk even goed naar deze boot.
niet verkeerd. Vorig jaar stond ik op de AIDS Healthcare Foundation boot. Wij verzorgen gratis HIV-testen bij het Waterloopplein. Het is dus niet hiftest.nl, maar gratis hiftest.nl. Maar ze hebben zo te zien even een aanvaring gehad. Bommerang Media van de kaarten. Ax! Het ziet er wel heel aandoenlijk uit. Op hoge hakken zien. Welk bootnummer is dit? Dit is nummer 53B. PrEP nu heeft zich ingezet natuurlijk voor het verkrijgbaar maken van PrEP. En dat is eigenlijk al een heel groot gedeelte gelukt. Roze in wit komt er nu aan. En dat is de boot van alle artsen in Nederland die zich verenigd hebben. Die werken in ziekenhuizen, artsen, verplegend personeel. De boot van OLVG. En ze hebben een dansje ingestudeerd. En wat is er nou leuker dan een ingestudeerd dansje? Oh, amazing, loving it, having so much fun. Yeah? Yeah. What was the best boat for you so far? Oh, I haven't seen the boats. Oh, really? It's been busy. Okay. But I love them all, I still love them all. Yeah. And what are your other plans for the night? Oh, just partying in the city, everywhere, all around, yeah. Being happy with everyone. Okay, cool. De Paradiso-boot. En Paradiso bestaat dit jaar 50 jaar. Nou, dat kan je moeilijk ontgaan als je deze boot ziet. En zo te zien hebben zij gekozen voor het thema punk. Punk Rebels. En heel veel helden die geëerd worden door de andere boten. Die hebben in Paradiso zelfs ooit opgetreden. Dus... Paradiso heeft wel recht van spreken vandaag. Hey, dat Sven Ratske staat te zingen. En what a new star! Wat is dat toch met bouw je eigen kasteel? Ja, dit is de derde. Ik weet het niet. Wie zijn dit? Your guess is as good as mine. Favoriete boot? De Netflix boot. Oh ja, ja. Ik snap het. Die vond ik heel mooi, daar is heel veel tijd in gestoken. Ja, ja, geld ook denk ik. Ja, ook geld, ja. Heb je zelf wel eens meegevaren? Niet in Amsterdam, nee. Maar... Utrecht. Oh, af. Volgende week in Antwerpen. Een heldenbootje, een grote helden. Ja. Oh, wat een lief bootje. Nee.
Pot and Proud, die strijden tegen stigma dat rond HIV en soms bij sommige mensen nog hangt. Amsterdam UMC, het nieuwe ziekenhuis eigenlijk, na de fusie tussen UMC en AMC. En dus moeten die ook op een boot, en een hele mooie boot is het. Met ook een heel goed dansje. Jo uit Lelystad! Ja! Allemaal werken ze er hard voor, maar het ziet er wel mooi uit. En daar hebben we Annemarie. Oh, kijk hier stralen. Waar staat ze? Ja, daar. En vergeet niet, jij bent de held. Ja, de boot van Frank van der Lende. Van BNN Vara. En we hebben al heel veel Bowie-referenties gezien natuurlijk vandaag. Maar dit is wel de meest in het oog springende. Met een echte opblaas Bowie. Wat is jouw favoriete Bowie-nummer? Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Hello Space Boy natuurlijk. Heroes. Ja, oké, vandaag Heroes. Maar normaal natuurlijk Hello Space Boy. David Bowie featuring the Pet Shop Boys. Er is altijd een biljart, er is lekker bier en er is altijd twee video's, films of een tekenfilm of een stoere mannenfilm. Dan mag je zelf kiezen welke je interessant vindt. I like it. Ja, en een mooie boot. En een mooie boot, 40 jaar is natuurlijk niet niks. En op de boot zit ook Raymond Timmer, Mr. Leather Europe, met zijn vriend uit Zwitserland, Mr. Leather Zwitserland. En wie zagen we nog meer? Didi-licious. Die daar de bingo ook presenteert. Ja, en de Village People zag ik. En de Village People. Ja. Oh, we gaan gelijk door, want hier is de eredivisie van het vrouwenzaalvoetbal. I just wanna know, have we got some sexy people in the house?